Oké, ik ben hier klaar. En ik ga weer proberen daarheen te gaan, dit is echt. Hoi lieve Onne familie. En welkom weer bij een hele nieuwe weekvlog. We gaan weer beginnen aan een hele nieuwe week. En deze weekvlog start op dinsdag. Wat niet helemaal de bedoeling is. Maar gisteren was ik super druk. En werd ik veel te laat wakker door mijn jetlag. En ik heb het idee dat nu mijn jetlag wel een beetje overwonnen is. En ik weet niet waarom ik er zo bij zit. Ik dacht leuk als Dolly erop staat. Maar ze gaat nu gelijk eten. Maar ja, ik zit eigenlijk wel lekker. Maar ik had dus echt onwijze last van een jetlag. Omdat ja, natuurlijk 9 uur tijdverschil is met Los Angeles. En de eerste paar dagen dat ik in Nederland was, ging ik echt om 4 uur 's nachts naar bed. En werd ik pas tussen 1 en 3 uur 's middags wakker. Dat is natuurlijk totaal niet de bedoeling, want ik had niks meer aan mijn dag. En zo gisteren was dat ook het geval. En begon ik pas om 5 uur 's middags met het editen van een video. Waar ik vervolgens ook gewoon 5 uur lang mee bezig ben geweest. Omdat het echt een killer aan materiaal was om te verwerken. Dus het duurde super lang. Dus ja, gisteren heb ik niet gevlogd. We beginnen gewoon lekker gezellig vandaag. Morgen en overmorgen heb ik een hele leuke dag. Want dan ga ik een futsal vissa organiseren. Volgens mij spreek ik dat zo uit. En dan ga ik voor naar Barneveld, naar school. Net mijn video online gezet en opgenomen. Gewoon een goed dagje gehad. En het is hier echt een ontploffing. Dus ik moet ook nog mijn koffer uitpakken. Het is zoals gewoonlijk gewoon weer puinzooi. Dus ga ik straks even onder handen nemen. Maar eerst moet ik echt eventjes wat eten. Want ik rammel echt van de trek. Dan weet ik dat het niet gezond is. Maar ik neem wel eventjes mijn monster. Want ik begin nu wel een beetje moe te worden. Omdat ik vanochtend super vroeg ben opgestaan. Dat heb ik expres gedaan om de jetlag te overwinnen. Dus die neem ik straks. Met Orange is de nieuwe Black aan. Seizoen 4. Super leuk vind ik hem. Ik ben best wel blij dat ik ga verhuizen. Want ik merk dat het hier gewoon echt te klein is voor mijn spullen. Hier, kijk de gang. En mijn stoelen. Alles ligt gewoon vol. Niet meer normaal. Dan denk je, ja Dionne, ruim gewoon wat op. Maar ja, als je geen opbergruimte hebt, dan houdt het ook snel op. En als je dan ook naar mijn onderbuurman kijkt, is dit ook niet echt een prettig uitzicht. Ja, ik wil hier gewoon weg. Ik vind mijn huisje heel erg leuk. En ik hoop dat ik een beetje net zo'n kamertje kan nabootsen in mijn nieuwe huis. Zodat ik een beetje dezelfde sfeer hou. Want ik hou heel erg van mijn achtergrond als ik mijn filmpjes maak. En ik heb hier super goed licht ook. Dat is het enige waar ik van baal. Maar ik denk, als ik dat daar niet heb, dat ik gewoon even goede filmlampen ga kopen. Oh, dat is trouwens mijn nieuwe zonnebril. Die heb ik bij de Kruidvat gekocht. Die vond ik gewoon heel erg cool. Maar dit heb ik getest vandaag. Het is een doos vol met allemaal delicatesses over de hele wereld. Er zaten trouwens niet heel veel dingen bij die ik lekker vond. En dat is echt zeldzaam voor mij, want ik ben een vreedzak wat dat betreft. En echt een zoete kou. En ik hou van snacks en snoepjes. Dus ja, dat ik het niet lekker vond, dat zegt echt wel een hele boel. Het is alweer woensdag vandaag. En ik ben onderweg naar het Johannes Fontanus College in Barneveld. En ik ben nu al aangekomen in Barneveld trouwens. Ik moet het nu dus eventjes gaan zoeken. Ik heb het net op mijn Google Maps opgezocht. En als het goed is moet ik een beetje die kant op. En het is een aardig eentje lopen vanaf het station. Zo'n 20 minuutjes. Dus met het weertje vind ik dat echt totaal niet erg. Volgens mij zien jullie jezelf in mijn zonnebril. Super cool. Maar ik had jullie gistermiddag al een beetje uitgelegd wat ik daar ga doen. We gaan een futsal vissa gaan we houden. Dus het is een soort van zaalvoetbal gecombineerd met een blacklight neon party. Echt heel erg gaaf. Ik ga jullie vandaag niet alles laten zien, want hier komt een aparte video van in september. Maar ik kan jullie wel een beetje verklappen hoe alles eruit gaat zien. Maar de hele video komt dus pas echt in september. En iedereen kijkt me daar aan. Dat ik hier het filmen. Is Barneveld trouwens een gezellig stadje? Is het een stad? Het ziet er heel gezellig uit. Het is een beetje. Het doet me toch een klein beetje denken aan Woerden, maar dan anders. Ik weet niet of het ongeveer net zo groot is, maar ja, het ziet er echt ontzettend gezellig uit hier. We gaan hier van een hele leuke dag van maken. Eerst maar eventjes die school vinden. Zo, ik ben er eindelijk. Het was echt 20 minuten lopen. Maar ik heb het gevonden. Dus we gaan eens even kijken hoe het er van binnen uitziet. Ik ben sowieso benieuwd naar deze dag. Hij begint al heerlijk met het zonnetje. Chill. Hoi! Team outfit. En de flyer. Steel markers. Ja. Ik heb echt nooit een t-shirt getekend. Nou.
Jee. Oh, neon. Ik ben op de school in Barneveld. Wow, ik heb hier prettig licht. Dat is mooi. Nee, maar ik ben hier aangekomen. We hebben even een privéplekje gezocht. Want er stonden allemaal mensen daar voor de deur. Alle familiekijkers die hier voor de deur staan. Dikke shout-out naar jullie. Ik heb hier mijn knutselstash liggen. Ik ga vandaag een heleboel in elkaar zetten. En knutselen, ook met een paar kinderen van de school. Dat gaat allemaal een teken staan van de Flutselvissa. Dus allemaal neonkleurtjes. T-shirts maken voor het team, want er wordt natuurlijk ook gevoetbald. Er moeten teams worden gemaakt. We gaan nog iets met neon make-up doen. Ook hartstikke leuk. Ik heb in de trein allemaal plaatsje opgezocht. Ik zou willen dat ik piano kon spelen, hè. We zijn het hele lokaal aan het verbouwen. Het wordt een soort van leuk of meukachtige opname wat we gaan doen. En dan ga ik hier mijn tutorialtjes opnemen. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het hartstikke leuk. En best wel gek om dat op een andere plek te doen. En voor een ander kanaal. Leuk of meuk doe ik natuurlijk altijd thuis. Mijn DIY's ook. Dus dit wordt even iets heel anders. En trouwens, check het hele lieve bloemetje. Is niet schattig? Oké, ik zet mijn camera even op mijn statief. En dan gaan we zomaar eens beginnen. Er staan hier echt super, super veel mensen hier zo in het lokaal. En we proberen op te nemen, maar het lukt niet echt. Hallo! Wow! Dit is echt bizar. Hallo! We gaan nu toch maar echt even proberen op te nemen. Ik hoop dat het lukt. Oh, ik moet wel even scherp. Ik ben niet scherp. Hoe kan dit nou? We gaan het maar proberen met deze groep achter ons. We hebben wel een schortje hier. Deze meiden die zijn vandaag in de video te gast. Want zij worden opgemaakt. We gaan neon make-uppen. Hey. Komt vast helemaal goed. En waarom ben ik niet scherp? Wat is dat? Wat is het? Jullie zijn scherp. Ik niet. Ik verdien het niet om scherp te zijn. Denk ik. Nou, we hebben net gemake-upt en ze zien er echt fantastisch uit. En we gaan nu eens even kijken hoe het er in Blacklight uitziet. Dat ga ik jullie lekker nog niet verklappen. Dat zien jullie allemaal in de video die in september komt. Maar kijk eens, leuk. Ik blijf. Oh shit. Jongens, ik moest alleen even naar het toilet. Wauw. Echt, het is niet normaal. Oké, ik ben helemaal klaar. En ik ga weer proberen daarheen te gaan. Dat is echt. Oh my god. Oh my god. Hallo! Wow. Oh shit. Hallo! Oké. Wow, dit is niet normaal. We zijn klaar met de eerste dag van de opnames. Morgen weer. En ik vond het echt heel leuk. Ik ben eigenlijk niet eens moe. Want het was echt gewoon heel erg leuk om te doen. Lekker knutselen. Ik kan nog niet echt vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Maar dat zien jullie in september allemaal. Maar ja, morgen ga ik natuurlijk ook nog een klein stukje week vloggen. En dan wordt het feest zelf georganiseerd. Dus ik ga er niet al te veel van laten zien. Want het mag nog niet. Er komt natuurlijk gewoon een extra post over. En die komt dus over een paar maandjes. Dus nog even geduld. Ik ga nu naar huis. Lekker eten, slapen, Dolly ophalen. Ja, komt allemaal goed. Oké. Wat, dit is vreemd. Er staat hier een kapstok zonder kapstok. Oh, nou jongens, ik ben echt kapot. Het is ook wel vrij laat hoor. En ik ga nu slapen en dan is het morgen weer tijd om vroeg op te staan. Om weer terug naar Barneveld te gaan voor de tweede en de laatste opnamedag. Dus ik vond het vandaag wel heel erg gezellig. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn met het Blacklight en het voetbal en zo. Ik zie jullie morgen. Doeg.
Zo, goedemorgen jongens. Ik ben inmiddels alweer op de school. En nou ja, ik ben een beetje moe. Maar ja, we gaan nu de promo schieten. Ik heb hier de tekst, dus we zijn er klaar voor. De zaal ziet er echt fantastisch uit. Ik ga het jullie zo even laten zien. Zo, goedemorgen. Zo, stem. Zo, goedemorgen. Ik ga me klaarmaken om eventjes snel een nieuwe Leuk of Meuk op te nemen. En het is dus vandaag vrijdag. En het is helemaal niet de bedoeling om dat op het laatste moment te gaan opnemen. Maar ja, ik ben nu net een weekje terug uit LA. En ik had super erg last van mijn jetlag aan het begin van de week. Mijn jetlag is in ieder geval alweer zo onderhand onder controle. Ik heb eergisteren natuurlijk ook nog gefilmd voor de Voedselvissa. Dus ik kon ook niet een Leuk of Meuk gaan opnemen. Er worden hele toffe video's op mijn kanaal en het kanaal van Voedselvissa. In september komen er 3 video's van. Eentje op mijn kanaal en 2 op het kanaal van Voedselvissa. En je kunt ook nog eens met je klas zo'n Voedselvissa gaan winnen. Dus dat is echt super vet. Dus wil je zien waar ik de afgelopen 2 dagen mee bezig ben geweest, dan moet je gewoon even die video's in september afwachten. Ik kan jullie in ieder geval verklappen dat het echt heel erg tof wordt. Dus wat er vandaag op het programma staat, ik moet dus gewoon eventjes mijn Leuk of Meuk gaan opnemen. En daarna heb ik een feestje van RTL. Dat is mijn multi-channel netwerk. Dus het netwerk wat mij helpt met mijn YouTube kanaal. Daar is een bol, een feestje. En ik ben benieuwd wie er allemaal komen. Zo, tadaa, klaar. Mijn gezicht staat erop. We kunnen gaan filmen. Nou, alles staat klaar. Ik heb echt maar heel weinig tijd. Tot om 4 uur moet hij online staan. Het is nu 1:12. Dus ik ga maar als een speer opnemen. En meteen editen en dan online zetten. En dan kan ik lekker naar het feestje. Dus Dolly zit hier lekker te chillen. Hoi Dolly. Heb je het ook naar je zin vandaag? Ja. Oh, schatje toch. Met je mooie buikje. Met je mooie buikje. Er staan nog allemaal tutorials in de beschrijving. Gaan we allemaal niet doen, want het gaat om dit apparaat. Maar er staan in ieder geval allemaal plaatjes in hoe je nog staartjes kunt maken en hoe je dit verder kunt gebruiken. Maar laten we het vooral niet te ingewikkeld houden, want dit is eigenlijk al ingewikkeld genoeg. Nou, ik ben helemaal klaar met video's aan het renderen. Ik moet hem uploaden en ik ben weer eens te laat. Het is nu 4:30. Hij had een half uurtje geleden online moeten komen. Maar ja, het kan gebeuren. Ik ben echt vreselijk aan het inkakken op dit moment. Ik merk aan mezelf dat ik echt een beetje moe ben nu. Het feestje begint over 1:30, maar ik ga niet zo vroeg daarheen. Dus ik denk dat ik over 2 uurtjes zoiets vertrek. Maar ik moet even de energie terug gaan vinden, want ik ben echt zo ingekakt. Ik denk dat ik maar eventjes wat ga eten of zo. Ik denk dat dat wel even goed is. Misschien dan weer eventjes wat energie krijg. Hoi. 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 Oeh, kusjes. Kusjes. Dit was alweer de weekvlog voor deze week. Dus super leuk dat jullie weer hebben gekeken. Vond je deze weekvlog nou hartstikke leuk? Geef dan vooral even een duimpje omhoog. Vergeet ook niet om op mijn kanaal te abonneren. En ik zie jullie natuurlijk dinsdag weer met een hele nieuwe video. Doeg!